Hallo iedereen, ik ben Dionatix en vandaag ben ik uit de Unique Craft aflevering 71 en we zitten weer in Acropolis. Maar deze aflevering gaan we sowieso weer terug naar onze nieuwe base, die geen naam heeft nu. We gaan daar wel ooit een naam voor vinden. Maar ja, ik ga waarschijnlijk een paar afleveringen daar, een paar afleveringen hier of zo werken. Ik heb nog sowieso, zoals ik al de vorige aflevering zei en de afleveringen daarvoor, superveel nog te doen hier. Ik ga dat sowieso nog doen, maar nu heb ik eventjes zin om verder te werken aan de nieuwe base. Maar dus ja, hier zijn nog allemaal nieuwe plannen dan moeten komen. Dat gaat er sowieso wel komen, maar nu heb ik eventjes zin om iets anders te gaan doen. Dus daarmee gaan we eigenlijk richting een andere plek. Ik heb daarvoor heel wat spullen mee en eigenlijk ik kan direct mijn inventaris opvullen, want nu als ik ook elke keer op en af ga, ga gewoon voor zorgen dat ik zoveel mogelijk meeneem. Dus wat kunnen we meenemen? Wat is echt handig nu? misschien wol of zo. Ik weet nooit dat je wol nodig hebt. Allemaal kwee of zo, whatever. Ik heb hier heel wat spullen. Oeh, heb ik zoveel wit liggen? Ik wist dat niet meer. Ja, dus op termijn moet deze kans leeg zijn. Ik ga waarschijnlijk wel een systeem moeten maken om dat allemaal te vervoeren, want elke keer op en af gaan is geen optie. En sowieso, ik wil zeggen, ook voor de chest room, alle soorten hout, ik ga daar geen aparte kolom voor maken. Waarom? Omdat dat eigenlijk niet nodig is. Zoveel houtreserves heb ik normaal gezien niet. Eén chest per soort gaat waarschijnlijk wel genoeg zijn. Al zou ik misschien voor ook twee kunnen doen, want als ik en de tree farm gaan farmen voor ook, dat gaat heel snel. En dat is de gemakkelijkste voor de tree farm. Boem, boem, ik kom naar daar. Produceert daar heel veel. Dus eigenlijk, ja, ik wil misschien een kleine update geven voor de tree farm. Hij werkt maar half, want door de server lag kan soms dat het systeem het eventjes niet aan kan en breekt hem af. En dat is niet goed natuurlijk. Maar voor ook is dat geen probleem. Dus die kun je uur laten draaien. Dat is geen enkel probleem. Het is gewoon als het grote bomen zijn, bij die splitsing gebeurt er iets fout. Ik moet misschien mijn timing eens checken. Maar soms vliegt er een blok niet goed, waardoor dat hele systeem soms kapot kan gaan door gewoon één blok dat niet goed gaat. Bo, we zitten nu hier. Ik begin hier super veel dingen te stockeren, maar dat gaat deze aflevering al deels in orde moeten zijn. We gaan ervoor zorgen dus dat er een systeem komt. Ik moet een beetje cobblestone nemen. Ik heb hier toch genoeg cobblestone. En een beetje redstone natuurlijk. We gaan ervoor zorgen, we gaan hier een paar hoppen. Hoe mag het gaan droppen? Zo, mag het gaan droppen. Oké, okay, ik dacht al even dat ik totaal niet meer wist. Dus we maken een paar droppers. Dat moet wel genoeg zijn om te beginnen. Dus we hadden gezien de vorige aflevering dat er hier overal hoppers gaan komen. En we gaan dat eventjes verder uitgraven. Ziezo, en die gaan. Boem, boem, boem. Hier ergens aankomen. Dus de filters komen hier. Om het wat safe te spelen. En in deze hoeken weet ik nog niet wat ik ga plaatsen. Chesten zou mij verbazen. Maar we gaan het toch wel safe spelen, dus we gaan gewoon de droppers. Ik heb een keytorches op mij, natuurlijk niet. We gaan ze gewoon ergens hier laten aankomen, dus we gaan ze eerst al plaatsen. Ziezo, dus nu komen ze al aan. Tot hier. Die gaan waarschijnlijk anders moeten. En dan gaan we ervoor zorgen. Dus de filters komen hier. En jullie zien, aangezien dat er zo'n overflow dingen zijn, dat we heel hoog moeten gaan. Ik moet zelfs eigenlijk bepalen waar dat is. Dus de onderkant van een filter moet wel degelijk op die hoogte aankomen. Dus pak dat hier een filter staat. En een filter. Als ik me niet vergis, want dat is al lang geleden dat ik nog eentje heb gebouwd, is dat zo en dan de hopper chain die op deze hoogte passeert. Ik kan misschien fout zijn. Ik ga dit heel snel eventjes checken en dan komen we terug.
Oké, hier zijn we dan weer. Ik heb eventjes een filter gebouwd om gewoon te testen. En het is wel degelijk zo. Het gaat een filter met overflow systeem in geval van, al zou dat eigenlijk nooit nodig moeten zijn. Je weet nooit, ik had wel miserie met die andere, dus ik heb het gewoon zo ingemaakt. Het is niet dat we echt een tekort aan plaats hebben, dus dat is alleszins geen probleem. Dus ja, dat neemt serieus wat plaats in. En dus ik moet eigenlijk tot aan deze hoogte geraken. Dus we gaan deze eigenlijk allemaal een beetje uitgraven. Mijn piek, ik zag bijna weer moeten repairen. Ik heb het al één keer moeten doen. Waarom geen twee? En dus, dat moet tot die hoogte nog weer komen. Ik ga er ook voor zorgen om de lag een beetje te verminderen. Dat je hier furnaces op plaatst. Dat gaat toch wat minder problemen zijn dan later. Want hier gaat vrij veel redstone komen. Dus hoe minder lijken, hoe beter. Ik heb geen torches op mij, dacht ik. Nope. Dus dat gaat even donker worden. Ik moet gewoon mijn plaats zoeken waar dan mijn elevator komt. En dus mijn filters zitten op deze hoogte. Ik weet eigenlijk niet waarom ik ze zo ver heb geplaatst, maar ik denk dat dat geen probleem moet zijn eigenlijk. Dan heb ik genoeg plaats om die items daar te vervoeren en ergens anders te zetten. Ja, dat moet in orde zijn. Ik kon het een beetje dichterbij plaatsen misschien, maar het is niet dat dat zo'n verschil is, alhoewel. Het kost mij wat hoppers, maar het is niet dat hoppers echt moeilijk zijn om te maken tegenwoordig. Met Tree Farm en met de dingen. De Iron Golem Farm hebben we echt meer dan genoeg iron en hout om deze te doen. Dus de Tree Farm, dat is gewoon een uurtje plaatsen. En de kliks gewoon laten gebeuren. Heb ik nu daar weer een hopper geplaatst? Fantastisch. Het is hier te donker om deftig te werken. Ja, dus mijn droppers komen hier aan. Hierop. Dus dat gaat zo moeten gebeuren. Ik ga wel licht gaan halen, want dan zien jullie echt niks. Boom, 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 boom. Ja, dus vandaag bouwen we iets meer samen. Ik doe dat op zich geen probleem is. Heb ik nu dingen genomen? What the fuck? Ik ga hier ook wel zaken bij achterlaten. Deze hebben we nu allemaal niet nodig. De lems die ik nu mee heb kunnen we plaatsen. Boom, boom. Dus ja, nu staan die niet aan. Het is de bedoeling om gewoon een status te geven. Als de kolom gans vol is ofzo, dan komt dat ook tevoorschijn. Zo gemakkelijk om te weten. Zie zo, heb ik hout op mijn neer, want ik ga dat nodig hebben. Zie zo. Zoveel hout is gewoon door de tree farm. Ik heb daar nu gestaan om al die chests te kunnen maken. En er gaan er zoveel meer komen, dus we gaan het zeker nodig hebben. Gelukkig is er nog geen mob gespawnd. Perfect. Dus hier moet het komen. Dat wil zeggen dat we op deze hoogte een mooie ding mogen plaatsen. Zie zo. Deze is dus de hoogte waar dat aankomt. Ik ga deze een beetje vrijmaken. Ik weet niet hoeveel ik nodig heb van die plaats. En eigenlijk moet deze twee blokken ook. Want mijn torch tower komt daar. Oké. Dus, hier komen de mooie droppers. Normaal gezien toch? Ik hoop het. Anders ga ik die maar even verplaatsen. Ja, ik zit fout, dus ik mag het verplaatsen. Dus we fixen dat eventjes. Ik ben dom, ik heb twee grote. Ja, whatever. Hopla. We gaan deze gewoon samenbouwen. Dat is echt een heel handige elevator. Dat werd gemaakt hoor. Oeh, ik wist de naam niet meer. Ik zou zeggen, zoek het op. Ik weet het niet meer. Ik zat in de beschrijving van de video plaats als ik het niet vergeet. De kans is ook vrij groot dat ik het vergeet, dus dat is ook niet zo positief. En de laatste plaatsen zo. Dammit. Dat gaat natuurlijk niet gaan, want Minecraft is te lastig. Ziezo. Dus die komt daarin, perfect. En dan, boem boem, we zorgen ervoor dus dat er ook items zien aankomen. Ziezo. En nu merk ik dat ik op de verkeerde hoogte zit. Nee, oké, ça va. Ik heb deze ook eventjes moeten weghalen om het deftig te kunnen plaatsen. Ziezo. Dus dat staat er. We hebben al de items en zo.
Super veel bol waar je ligt. En dan, wat hebben we hier nodig? Heel weinig eigenlijk. Ik ga dit eventjes vrijmaken. Redstone ga ik nu proberen altijd op iron blocks te plaatsen. Om ervoor te zorgen dus dat ik zo'n referentie heb. Als het iron block is, dan is het redstone. Dus eigenlijk moet hier een blok komen. Hier ook. En dan hier een, oh zo'n mooie, redstone repeater. Die gaat testen of dat er wel degelijk iets in zit. Dan hebben we torches en redstone dinges nodig. Dus die gaat hier deze doen. Die gaat deze aan of uitzetten. In dit geval is het nu aan. Maar gaat uitzetten als er iets in komt. En zo. Dus wat er nu gaat gebeuren is eigenlijk. Zet daar bijvoorbeeld deze in. Dat gaat één voor één naar boven worden gebracht. En in deze blijven zitten. Aangezien dat we niet verder ervoor zorgen dat dat omhoog gaat. Nu dat is perfect. Dat gaat eigenlijk op een rustige manier. De dinges naar boven brengen. En ook. Hij is nog altijd niet gedaan. Dan blijft er denk ik één vastzitten. Nee. Ja, dat blijft aan de wall, denk ik niet. Kan zijn dat dat efficiënt is. Maar whatever, dat maakt niet zoveel uit of er nu eentje blijft vastzitten of niet. En dus, nu is het systeem eigenlijk vrij simpel. Dat is torch. Zie ik nu nog een blok ernaast? Dat kan toch niet? Aan de wall, ja dat kan. Hup. Dus we zorgen ervoor dus dat we hier een torch tower plaatsen. Natuurlijk hebben we te weinig torches. Dus maken we wat sticks aan. En ziezo, ik wil dat er genoeg moet zijn. En zorgen ervoor dus dat hier een torch staat. En dan nog een keer om. Hup. Hup. En dan weer hierheen. En dat gaat ervoor zorgen dus eigenlijk dat het systeem volledig. Geen geluid maakt, dus helemaal stil. En dat is toch wel een voordeel, denk ik. Als je deze hebt, dat dat stil is. Het probleem is eigenlijk dat er een deel van het systeem waarschijnlijk niet stil zal zijn. Ik heb het niet stil gekregen. Het lukte mij niet om met deze torch tower te doen. Het kan zijn dat ik het later aanpas voor een stil systeem. Altijd welkom. Maar ik heb het nog niet gevonden hoe. Dus dat is wel het enige nadeel, gaan we zeggen. En dus, even hierop. Want ik denk dat er nog eentje nodig is. Dat ben ik niet zo zeker, want het is al vrij hoog. We plaatsen gewoon hier nog een voor de, ja, voor de zekerheid. Die het wel in orde is. En normaal gezien kunnen we zelfs naar beneden vallen. Hop. Als je nu items plaatst, pak de. Wat hebben we daarboven niet liggen? 34 buttons. Dus dan moeten 34 buttons aankomen. En het klikt blijkbaar wel. Tja, tja, tja. En soms wel, soms niet. Ik snap het niet zo. Normaal gezien, in mijn testwereld was dat een volledig stil systeem. Zonder enig probleem. Ik vind het nogal bizar eigenlijk. Ik ga het subiet nog eens moeten checken, maar normaal gezien is dat wel in orde. Maar de items komen dus mooi van bovenaan. We gaan mooi naar boven ook gaan. En die moeten. Doedoedoe. Normaal gezien. Ik zeg wel normaal gezien. Hier aankomen zijn. Hier zijn al hoppers. Maar nog niks anders. Oké, mijn filter staat er. Heb ik iets fout gedaan? Aha, hier zitten ze vast, dus ik ben ergens een torch vergeten. Nee, dat werkt. Dat werkt. Bizar. Ouch. Wat is. Staan ze nu allemaal aan? Ja, dus dat is niet het probleem. Oké, troubleshooting. Waarom niet? Waarom werkt deze niet? Normaal gezien zou dat moeten. Ah, ja. Hopla, problem solved. Dus die zaten eigenlijk hierin. Pak dat ze hierboven zijn geraakt, bla bla bla. Natuurlijk moet dat ook wat tikken. Dat gaat nu niet gebeuren. Gaat dan naar hier. En dan moet dan normaal gezien mooi hier aankomen. Binnen een paar seconden. Voilà. Dus.
Deze gedeelte werkt nu wel met die extra torch. Ik ben zelfs eigenlijk dat deze gedeelte nu niet nodig is, want deze zorgt er wel voor dat dat werkt. En we vallen weer mooi naar beneden. Maar deze is normaal gezien geen probleem meer. We gaan gewoon eventjes iron blocks voor de zekerheid erin plaatsen. En tikt het nu nog altijd? Nu tikt het niet meer. Oké. Misschien omdat het van boven een torch ontbreekt. Het zou goed kunnen eigenlijk dat dat een beetje raar doet. Als een torch ontbreekt. En dus komen hier. Natuurlijk zien we het niet. Ah, oei. Ja, nee, oké, het was toch nodig. Blijkbaar. En als we nu hier een blok plaatsen, tikt dat dan ook? Ja. En nu gaan ze er wel door. Hopla, problem solved. We gaan voilà, ze komen aan. Dat gaat nog een tijdje nemen, maar ziezo, dus we hebben eigenlijk de basis van de nieuwe. Ik ga nu buiten camera alle filters hier plaatsen en bepalen waar welk ding in komt. Al staan hier nog geen chesten, dat gaat voor later zijn. Allee, later, misschien doe ik het ook buiten camera nu. Ik moet hier wat extra chesten plaatsen, maar ik moet eigenlijk die portal en die andere dingen verplaatsen. En dan gaan we dus eigenlijk al een filter hebben voor de basisdingen van de meest voorkomende blokken eigenlijk. Dus we vinden elkaar terug, eens dat dat in orde is. Dus tot dan. En we zijn er weer een klein beetje later. Er is wat gewerkt geweest, ja. Tegenover de rest natuurlijk. En ja, u kunt het zien waarschijnlijk al. Deze is allemaal al een beetje veranderd. En deze is zelfs werkend. Dus laten we eventjes eerst bekijken naar de buitenkant. Dus wat komt er nu allemaal hier staan? We hebben cobblestone, stone, dirt, grass en sand. Die vijf komen hier. Dan hebben we de stone types en andere stone types, gravel en sandstone ook. En daarna hebben we iron blocks en netherrack. Wat er hier gaat komen, weet ik nog niet. Ik heb deze vrijgelaten tot nu toe. Ik moet gewoon aanvullen eigenlijk om te weten wat daar moet komen. Dan gaat hier de mega sorter komen, dat is voor een volgende aflevering. En dan hebben we hier de looting en dan veel eten. Waarom? Omdat ik heb besloten om eigenlijk de verschillende etensfarms eigenlijk, dus potato carrots, bread farm en ook eigenlijk wheat farm in de hoeken te plaatsen. Dus we hebben vier hoeken, dus ik dacht we gaan die farms in die hoeken plaatsen en dat is mijn villagers. Ik ben wel niet 100% zeker dat het gaat lukken, maar het is haalbaar normaal gezien. Dus daarmee, en dan heb je de sugarcane farm. Ik bedenk dat ik iets in de achtergrond hier ga bouwen. Een kleine farm, dan niet precies zoveel produceert, maar wel constant produceert. En dan zultjes en laten opvullen. Dat is een beetje het plan. Hier de moploots, omdat we altijd veel moploots hebben. En ook, omdat ik waarschijnlijk ook een kleine mobfarm ga bouwen hier in de buurt. Sowieso niet groot, omdat we al de grote mobfarm hebben. Bij de Acropolis. En we hebben niet meer zoveel items nodig van dat type. Al is meer altijd welkom. Waarom? Vooral handig om te traden. Voor de rotten flesh kunt je traden. En dan heb je de sugarcane. What the fuck. De powder, de gunpowder om TNT te maken. Dan pijlen en bones misschien nog voor bone meal. Maar pijlen hebben meer dan genoeg strings. Op zich ook meer dan genoeg. Handig natuurlijk om farms te maken, maar voor de rest niet echt. Dan vervolgens hebben we hier deze. En deze worden ook wel degelijk gefilterd. Tadaa. Superveel filters, superveel shit hier. Dat is bijgekomen. Hier heb ik het zelfs nog niet opgevuld, maar ik wou het gewoon even doen. Het ziet er wel een beetje machtig uit. Al die hoppers die hierin gaan. Nu gelukkig zijn het nog niet te veel, dus we hebben nog vrij veel... Alhoewel. Nog maar 30 frames. Als je naar daar kijkt. Ah nee. Het is misschien Frabs die dat tegenhoudt. Dat zou goed kunnen. Dus ja. Dat gaat waarschijnlijk met de rest erbij beginnen lijken. Ja, dat is een nadeel natuurlijk. Dan hier verandering voor de item elevators. Nu zijn er twee, omdat die items elevators spijtig genoeg wat trager zijn dan het andere type. Maar wel beter en vooral. Stil zijn, dus die maken totaal geen geluid, dat is handig. En dan, als we eventjes naar boven gaan, die item elevators komen hier en ze zitten nu niet naast elkaar. Waarom? Omdat er dan een interferentiefout kwam
met deze. Dus ik had geen keuze om die eigenlijk een blok naar rechter te zetten en een blok ernaast, want anders had je problemen met de torches. Op zich is dat niet zo een ramp, maar het moest wel. Dus ik heb deze toer 3 keer gebouwd ofzo. Nu had je hier 3 filters dan niet opgevuld zijn en dan de rest dat wel opgevuld is. Dus je hebt er verschillende types. Ik heb mooi op een dingen geplaatst hier in de panel. Waarom niet met item frames? Want de item frames ook lijk veroorzaken. En ik ga gewoon item frames gebruiken voor aan de buitenkant. Hier binnenin is dat niet zo belangrijk. En dan heb je hier dus alle filters. Klassieke filter met overflow systeem. Dus deze kan niet fout gaan, normaal gezien. Nu, je weet nooit met lijk, maar normaal gezien is dat nooit een probleem. En dus alle types hier. En dan is hier de rest dat aankomt. Ja. We gaan dat eventjes testen. Dan kunnen we ook de rest testen. Ik weet niet of ik iets te sorteren heb hier, want ik denk dat ik daar juist alles erin heb gestoken. Maar laten we eventjes Rotten Flesh nemen, want dat wordt nu nog niet gesorteerd. En een beetje stone en een beetje cobblestone. Ziezo. Dus dat is vrij simpel. Je steekt gewoon alles hierin. Deze gaat ervoor zorgen dus dat dat naar daar gaat, blablabla. De hoppers zitten nu onder deze laag, niet meer onder dat, omdat er problemen zijn met de lampen. Omdat ik met de lampen nog een indicatie wil maken. En ook belangrijk, alle chesten zijn nu verbonden met de hoppers. Dus kunnen jullie goed kunnen zien, maar er zijn hoppers. Die hopperlijn gaat hieronder en komt hierheen en gaat hieronder en gaat naar boven. En kunnen zien dat de elevators werken en dat, dat ze alle twee zelfs beginnen werken. Dus ik denk dat deze flow wel aan kan als er twee zijn. Omdat hier maar één item per tik is en een hopper is meerdere items per tik. Het systeem is lichtjes anders. Oh ja, deze zorgt er gewoon voor met die torch dat er nooit een. Oh ja, dat de elevator steeds blijft werken. Maar dan heb je wel het nadeel dat, dat het minder snel gaat. En daarmee dus twee. Maar dus alle items komen hier door. Nu. Oké, kleine telefoononderbreking natuurlijk. Maar dus, de items kunnen we zien. Hier wordt het zelfs gefilterd, want het was aan het pinken. Maar ik denk dat het gedaan is. Ja. En dus, normaal gezien, moeten hier de 32 rotten flesh aankomen. En dus dat werkt. Dat wil zeggen dat alles buiten, ah ja, alles waar gefilterd kan worden, gefilterd werd. En dus, ja, het klassieke filteren werkt. Dat is natuurlijk vrij handig. Nu sluiten we dit mooi terug eventjes hierin plaatsen. De bedoeling is dus om de volgende aflevering, of de aflevering daarna, hangt er vanaf, neem de volgende, hier de speciale filters te plaatsen. Je hebt 6 rijen in totaal. Dan gaan we hier de mob-filters hebben en dan de food-filters. De food-filters gaan automatisch eerst worden aangevoerd met de dienst. De mob en de food-filters gaan lichtjes anders gebeuren. Dus ze gaan uiteindelijk ook in de totale rij staan van alle filters. Al ja, dus als je hier een rotten flesh insteekt, dan gaat dat wel degelijk ook in die chest geraken. Maar dat gaat wel eerst door het systeem hier moeten. Niet het meest optimale, maar het aantal, ja, ik kan er niet zoveel aan doen op zich, bij manier van spreken. Ja, ik ga het gewoon zo, bij manier van spreken, moeten laten. Omdat ik anders op voorhand hier moet filteren, dan mij allemaal hoppers er naartoe brengen en dan superveel hoppers en waarschijnlijk superveel lijk ook. En op zich, het filteren hier kost nu niet zoveel CPU, maar niet van spreken. En wat ik ook wat doen, waar zitten mijn lamps? Heb ik die nu allemaal opgebruikt? Ik ga wat redstone lamps gebruiken. Hier zo, we gaan er 32 maken. Want we moeten één klein probleempje nog oplossen dat nu het geval is. En dat is dat hier, als we die torches weghalen, dat hier eigenlijk te weinig licht is. Kun je zien, 7. Dus dat is een beetje lastig. Daarmee dat we eigenlijk deze allemaal gaan vervangen door redstone lamps zoals de andere.
Maar deze twee, boom boom boom, deze twee en deze gaan nooit een signaal krijgen. Dus kunnen daar lichten op plaatsen die aan. Ah, oh shit, dat is wel minder. Dan gaan we het eventjes anders moeten doen. Als we het hier plaatsen, werkt dat dan? Ja, dat werkt. Oké. Dus we moeten het eventjes eronder plaatsen. Oeps, la la la. Natuurlijk. Je slijt hier super snel iets door. Hop, weer voor de verandering. En dus normaal gezien moet dat nu geen probleem zijn. Oké, dan gaan we eventjes wel de gaten opvullen. Maar ik dat waarschijnlijk later er weer onderuit ga. Maar bon. Oké. Joehoe, lamp. Ik heb daar toch licht onder geplaatst? Daaronder toch? Waar ben ik met... Daar ben ik mijn torches vergeten. Prachtig. En hier ook. Amai, ik ben goed wakker. Laten we eventjes heel wat torches vergeten. Hup. En nu moet dat wel werken, hè. Hup. Ziezo. Dus nu hebben we genoeg licht. Deze mag ook opgevuld worden. Dat tot hier komt. Light level 8 is het laagste. Dus als het probleem is opgelost. Hier heb je nog minder. Je hebt 7. Maar dat probleem gaat opgelost worden aangezien dat we hier vensters gaan plaatsen. Dan kunnen mobs hier toch niet spammen. Maar dus deze is een beetje de bedoeling. Je hebt overal lampen. Ze gaan elk een bij deze gaan we zeggen het is vol. En bij deze ga zeggen, er komen items door, omdat dat handig is om de status te weten van het systeem. Maar bon, ik moet dringend ladder gaan farmen om itemframes hier te kunnen plaatsen, want hier gaat volstaan itemframes. Hout heb ik nog meer dan genoeg, al heb ik superveel opgebruikt om deze te maken. Ik begin nog stiltjes en items mee te nemen van de Acropolis en hierin beginnen te plaatsen. Dat gaat stiltjes zijn. Gebeuren ze. Hier kunnen deze er terug in plaatsen. Deze gaan mooi gefilterd worden, dat is handig. We hebben al super veel cobblestone liggen ook. En deze is nooit meegenomen geweest. Die is gewoon door hier uit te graven. En er gaan nog zoveel meer komen, want hier moet uitgegraven en worden. En hier vannacht waarschijnlijk ook nog een gans deel. Ik moet nog zien. Ik heb het ook wat fans. Oh, ik vind het hier gemaakt. Iets beter. Wel meer hoeken, afgewerktere, wanneer we spreken, zones, ziet er wat beter uit. Wat ik nog moet doen nu bij de camera is eigenlijk deze een beetje gaan opvullen. En dan is deze gedeelte eigenlijk grotendeels klaar qua filters. Dus natuurlijk is dat dan handig. Dus gaan we nu eentje open laten. En dan ziet je het niet meer, de stone die daarachter zit, dat is goed. Waarom groen? Geen idee. Het is vrij neutraal, het valt niet zoveel op. En dat zorgt ervoor dus dat dat grijs steengedeelte weg is. En dat je geen redstone meer kunt zien. Want hier kun je zo de redstone allemaal zien. Zwat, een kleine like of comment is altijd welkom. En we vinden elkaar terug in de volgende aflevering. Tot dan!